Ik ga filmen. Oké. Een van onze 11 schepen. Jij hebt jullie 11 eigen schepen? Ja. Die waren allemaal hier in Zeeland? Ook op de Waddenzee. Nederland en Duitsland. Ja. Ik vertel even kort wie jij bent. Jij bent Alex en waar zijn we? Ik ben Alex van Houten en we zijn bij het bedrijf Aquamossel. Ik doe zelf de verkoop van dit bedrijf en wij zijn in Europa de grootste mosselkweker en handelaar eigenlijk in verse mosselen. We hebben onze kwekerij op het Duitse Wad, de Nederlandse Waddenzee, Oosterschelde en ook een aantal stukken in Engeland en Ierland. En zo kunnen we eigenlijk heel het jaar door onze klanten voorzien van kwalitatief goede mosselen. De overheid op en die leggen dat dan weer terug op het kwekerzee. Die kwekerzeeën kunnen zijn in wat je hier eigenlijk ziet zijn de mosselen die vanuit Duitsland aankomen. Die zijn vannacht gevist, gisteravond. Die worden natuurlijk met de auto over de weg via gespoelde transporteurs, gespoelde vrachtauto's, worden die naar Ierske gebracht. Ja. In big bags worden ze zo in het water gezet om te verwateren en dan gaan ze daarna de productie in. Dan gooi je de krabben ook gewoon terug in het water, dat is ook wel niet gelukt. Heel leuk. Als je 50 meter buiten ziet, staat er een pot. We hebben van alles gezien, ook krabben. We hebben... Even heel kort, we gingen naar buiten, dus daar... vertel het even heel kort, de stappen die we nou net hebben gehad. We begonnen buiten. We zijn eigenlijk buiten begonnen en waar je ziet waar de mosselen binnenkomen. Die kunnen binnenkomen per schip als ze uit Nederland komen en hier zijn verwaterd op de verwaterpercelen. Maar we zijn ook Duitse mosselen aan het draaien. Die komen nou weer met de vrachtauto binnen, met grote big bags. Maar alle mosselen die hier aankomen worden eerst eventjes grof schoongemaakt. Dus dat de grote oneffenheden eruit gaan, zoals grote stenen. De grote krabben, dat alles er van tussen valt. En dan worden ze eigenlijk allemaal in containers per 1000 kilo gezet. Die vol worden gepompt met vers Oosterscheldewater. En dat zorgt ervoor dat de mossel eigenlijk ontstrest. Want je moet je voorstellen, als jij lekker ligt te zwemmen en je wordt gevangen, dan ben je in één keer gestrest. Dus dan gaat die schelp van de mossel ook echt dicht staan. Ja. En door ze dan een uur of 6-7 in het vers Oosterscheldewater terug te zetten, denkt die mossel, oh ja, ik lig weer terug in Oosterschelde of op de Waddenzee. Ik ben ontspannen, de schelp gaat open. En dan spuugt hij eigenlijk al het laatste zand wat hij in zich heeft, spuugt hij uit. Dat zorgt ervoor dat de mosselen zandvrij de fabriek in gaan. Ja, precies. En hier in de fabriek, het was even hectisch. Ja. Toch werken hier maar 40 mensen, zei je nog tussen de... Klopt. Het is heel veel geautomatiseerd hier. Goed, ik vertelde net, de mosselen zijn aan de binnenkant dan schoon, dus zandvrij. Maar ze moeten natuurlijk ook nog pand klaar gemaakt worden. En met pand klaar bedoelen we geen baarden meer, geen pokken er meer op. Geen krabbetjes ertussen, geen kapotte mosselen. Daar bovenop stonden gewoon twee dames, die staan echt wel met de hand, staan ze te kijken, halen ze de slechte dingen er nog van tussen? Ja, klopt. Dus eigenlijk door de heel grote trommel worden de bokken eraf gehaald, dan worden de mossen uit elkaar gehaald. Dan heb je nog een soort machine die de baarden eruit trekt. Dat zijn rolletjes die tegenover elkaar lopen, die trekken dan de baarden ervan af. Maar voordat ze in de verpakking gaan, zie je nog echt dat met de handen mensenwerk. Maar ook de gecontroleerd moeten worden. Ook de zakken waar ze in gaan, die worden terug nog met de hand mooi dicht geregen, zag ik. Ja, klopt. Er is nog geen machine voor om jute zakken dicht te naaien. Want dat moet echt op gevoel gaan als ze heel strak dicht zitten. Dus je hebt echt wel een man met een naald en touw, wat je net zag, die de mosselende zakken dus dicht naaien. Dat klopt. Nou, dat is echt wel prachtig. Het is veel ambacht eigenlijk wel. Ja, indrukwekkend bedrijf. Maar we zijn hier natuurlijk we zijn hier met de drie Middelburgers. Ja, wij komen hier niet de hele dagen, hebben we al ontdekt. Nee, dus, heel goed. En we zijn hier natuurlijk, omdat in Middelburg komen de mosselfeesten eraan. En daar zijn jullie de leverancier van. En de gasten zal ik eens zeggen, dat zijn natuurlijk de horecaondernemers van Middelburg. Klopt. Maar die samenwerking is sinds 2 jaar, of hoe lang is dat? Vorig jaar zijn we begonnen met elkaar samen te werken. En dat is echt heel goed bevallen, zeg maar, qua voorwaarden en wat we graag wilden. En qua levering en tot... bepaalde tijd nog leveren, s'avonds. Mm-hmm. En in ieder geval
we hebben het met elkaar doorgesproken vorig jaar en Alex was toen heel erg enthousiast en we zijn dit jaar gaan we het gewoon lekker weer doen. En, ja, ja, precies. En, ja. En wanneer zijn de mosselfeest ook weer precies? Laatste weekend van jullie. Drie dagen lang? Ja, 25, 26, ja. 27. En dat is behalve mossels ook veel muziek, veel leuke dingen weer. Net als iedere jaar, het is ook een beetje een middelburgersfeestje. Ja. Ja, maar hey, maar nou we hier toch staan, want jij weet dat natuurlijk wel. Van, en vorig jaar was het natuurlijk een beetje raar. Ja, was het snik heet, twee dagen lang. En was het de zaterdagavond was het gekkenhuis. Maar hoeveel kilo's gaat er nou doorheen op zo'n mosselfeest in Middelburg? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Het streven is altijd rond 5000 kilo, hè, kun je wel zeggen. Ja, ja. En ik denk als het weer wat meezit, dat het niet te warm is en ook niet regent, een beetje ertussenin, rond de 25 graden, gaan we dat zeker halen. Ja. Ik denk nog wel meer. En hoeveel eet een gemiddelde persoon, à la jij, hoeveel mosseltjes kan je dan op? Hebben we het dan over? Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, als je gewoon een pan gaat eten in een restaurant, dan kan je een kilo op. Ja. Makkelijk. Als je niet te veel sausjes en frieten tussendoor zit te laaien. Maar ga je door zo'n straat en af en toe eet je wat, dan kom je wel aan meer omdat je het zakt en je bent lekker bezig. En doordat je dus allerlei verschillende smaken en kookvarianten en zo. Ja, precies, ja. Dan kan je gewoon van alles proeven. Ja, precies. En een van de mooie dingen natuurlijk is dat jullie ook de deal hebben als de Middelburgers en de toeristen zich helemaal suf eten op vrijdag, dan leveren jullie gewoon op zaterdag weer een nieuwe voorraad. Ja, we hebben eigenlijk een heel goed visboer in Vlissingen, dat is Gerard van der Zwan van het gelijknamige bedrijf van der Zwan Zeevis. Ja, die is heel flexibel, die houdt ook heel zijn weekend eigenlijk vrij voor de mossel. Voor het mosselweekend en als het tekort is, dan springt hij zelf in zijn bus en dan brengt hij weer nieuwe mosselen. Ja, dat en dan is, zijn ze in Vlissingen om, dan rijdt hij naar Riersik of wij brengen ze naar daar. Dus mosselen zullen er nooit tekort zijn tijdens het mosselweekend. Nou, dat gaat helemaal goed. Dus hartelijk dank voor de gastvrijheid hier in Riersik en voor de rondleiding. Super interessant om te zien. En kom je zelf ook nog naar Middelburg in het... Tuurlijk, ik kom zeker naar Middelburg. Even een pannetje mosselen en een biertje. Dat trakteer ik jou op een biertje. Oké, afgesproken. Dankjewel. Super.